Zo, goedemorgen lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zondagmorgen, het is weer de zondagmorgenpraat. Kijk eens, en weer bij de Gassense Molen. Lekker zonnetje, heerlijk. Lekker temperatuurtje, weer vroeg begonnen. Straks weer een competitiewedstrijd in Halsteren met Juliana. Gisteren onze eerste bekerwedstrijd gehad met de MO17 van EGS20. Een grave gefuseerde club of een samenwerkende club met de andere drie voetbalclubs die er waren in Grave. Maar nu één club zijn geworden. Nice. Gisteravond hebben ze een oefenwedstrijd of een bekerwedstrijd gespeeld tegen SES Langenboom. Lekker lokaal. Bekerwedstrijdje. Derde klasse tegen vierde klasse. Helaas Langenboom. 5-2 verloren. Wedstrijd heb ik niet gezien. Ik moest allemaal met de inwendige paspoort, weet ik het allemaal, voor een gein. Omdat er daarna ook nog een feestje was. Omdat het dan zeg maar toegestaan is voor 750 mensen, moet je dat dan hebben laten zien. Zo'n coronabewijs of weet ik wat. Nou, dat heb ik niet. Ik ben niet getest. Ik heb het ook niet gehad, naar mijn mening. Of misschien wel gehad. Niet dat ik het weet. Dus ja, en ik... Ik had eerlijk gezegd, ik ga niet vaccineren. Ik kan nog maar te veel onduidelijkheden in zitten. En dan zeggen ze van ja, maar doe het maar voor een ander. Nee, ik doe het niet voor een ander. Ik moet er zelf achter staan. Wat ik in mijn lichaam laat spuiten. En ja, al dat gedoe met mensen die zeggen van ja, maar als je op vakantie gaat daar en daar, moet je ook een prik halen. Ja, daar kies ik zelf voor. Daar kies ik zelf voor om daarheen te gaan. Nu wordt het je bijna opgelegd. Door allerlei restricties, paspoorten die ze willen gaan invoeren. Noem maar op. Daar ben ik niet zo van. Dat vind ik jammer. Er zijn nog heel veel mensen die hetzelfde denken zoals ik. Maar de rest, ja, ik weet het allemaal niet. Maar goed, ik ga er niet te veel woorden over maken. Ik ga gewoon mijn zondagpraatje doen. Daar ben ik trouwens al mee gestart. Dus, eventjes in de houder klemmen, want ja, ik mag met de telefoon natuurlijk niet auto rijden. Maar ik wil wel iets vertellen aan jullie. Dat wil ik dus wel. Ha. Ik zal even... Oh, hoe doet dit? Wacht even, ik ga even zo... Hoppakee. Zo, wat rugleun niet nat. En dan gaan we weer op huis aan, lekker douchen. En dan gaan we straks naar. Oh. En dan gaan we straks naar Halsteren. Eentje rijden met de bus. Rond 9:30 gaan we verzamelen. Broodje eten. Een soepje doen. Inpakken in de bus. En naar Halsteren. Dat is ongeveer. Dat is 1,5 uur met de bus, geloof ik, of zoiets eigenlijk. En ja, we moeten kijken hoe dat we daar gaan doen. Vorig weekend was het niet zo heel erg best. Nou ja, wij waren wel goed, maar verloren met 1-0 omdat zij de kans wel maken en wij maken ze juist niet. En dan krijgen ze een Cruyffiaanse uitspraak. Als de tegenstander 1 doelpuntje meer maakt, als je zelf 1 doelpuntje meer maakt, heb je de partij gewonnen. Ja, dat stimmt. Daar is gar niets aan gelogen. Het is zoals het is. Jammer. Maar helaas. Vandaag Halsteren, nogmaals. Wordt een lastige Halsteren, over het algemeen best wel altijd een hele goede ploeg. Een solide ploeg. Er zit ook, er zit ook wat geld. Dus die kunnen iets meer met bepaalde spelers. Natuurlijk, als club kun je natuurlijk een bepaalde standaard gaan aanhouden. Juliane is zo'n club, die weegt daar gewoon niet vanaf. Je komt dan graag voetballen met alle voorwaarden die er zijn. Of niet. En dan kun je lang en breed over gaan praten. Maar ja, een beetje standvastheid van de club is ook belangrijk. Als je in sommige gevallen laat meegaan door maar spelers heel veel te gaan.
gaan betalen. Ja, op een gegeven moment blijft er niks meer in het potje over. Je moet wel bestaansrechten houden. Ook financieel gezien. Maar goed. Nog 2 weken. Nog 2 weken. Dan hebben we uiteindelijk de vloer in onze woonkamer. Yes. En hopen dat deze wel goed is. Dan kunnen we ook meteen een afspraak maken, want we waren inmiddels al gebeld dat onze bank er is. Alleen ik heb de vriendelijke vraag gesteld. Mogen we die bank pas laten leveren na 27 september? Want dan is onze vloer klaar. Ja, maar nou ja, het was de bedoeling dat die in de vakantie klaar zou zijn. Dan had de bank nu al gewoon kunnen komen. Maar dat was niet. Nou goed, zover ik begrepen heb, doen ze er niet zo heel erg moeilijk over. Dus dat vind ik altijd wat prettig. En dan hopelijk dat ze me inderdaad gewoon naar de 27 komen brengen. Niet dat ze me intussen gaan terugsturen van is een overbodige bank. Maar ze zou eens één zeggen. Maar goed. En dan hoop ik dat we kort daarna de rest van de meubels krijgen. Yippie-yo. Dan is de woonkamer eindelijk klaar. Alles erin. Oude eruit. Nieuwe erin. Dan kan ik uiteindelijk de tv aan de muurbeugel hangen. Die staat nu op het kastje. Staat die eigenlijk net iets te laag. Op het oude meubel staat die net iets te laag. En het nieuwe kastje is wel wat hoger. Ik denk ongeveer 1 centimeter of 5 hoog. Dus ja, daar is het ook niet. De televisie gaat wat hoger hangen. Ook met Buddy heeft dat te maken. Dan loopt hij niet iedere keer voor het beeld. Hij loopt nou regelmatig voor het beeld langs. Maar goed. Zo, nou, we zijn weer thuis. Zondagmorgen praat zit weer op. Zoals ik al zeg, ga ik even lekker douchen. En dan gaan jullie aan. Gaan we weer een potje voetballen. En dan hoop ik dat we daar van de winst terugkomen. Oh, overigens, met mijn afvallen gaat op dit moment een beetje stabiel. Er moet nog wat af. Ik blijf nu een beetje schommelen tussen de 97 en 96. Daar blijf ik een beetje schommelen nu. Heeft er ook mee te maken dat er bepaalde dingen zijn waar ik me even een beetje laat gaan. Zoals ik al zei, ik wil ook niet te streng en te strikt gaan worden. Dat ik niks meer mag. Ja, soms dan loopt het even anders dan gepland. Ja, dan pak ik het even anders uit. Maar goed, dat geeft niet. Ik ga er een beetje aan werken. Natuurlijk zijn we begonnen met werken. Dus, met eten in de gaten houden. Dat komt wel weer goed. Uiteindelijk heb ik toch de zin gezet om richting die 93, 92 te gaan. En dan moet het goed zijn. Dus, nou, ik zou zeggen in ieder geval fijne zondag allemaal nog. Ah ja, natuurlijk als dit online komt, want ik sta nu natuurlijk niet meteen online. Dat is vanavond pas. Maar goed, daarentegen dan. Ik zeg fijne week. En dan zie ik jullie volgende week weer bij de zondagmorgen praat. Even een blauw duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Ons kanaal van Fabienne. Alleen met zondagmorgen praten. Ja, daar zit ze er niet altijd bij. Of eigenlijk bijna nooit. Ik wil ze wel weer een keer gaan meetrekken dat ze weer mee gaat hardlopen. Want dat is ook goed voor haar. Nu doet ze helemaal niks. Ze is een beetje gestopt met voetballen. Half-half. Dus. Maar goed, dat komt wel. Nogmaals, zou zeggen. Tot de volgende keer. Volgende week. Zondagmorgen praat. Ik zeg. Tjoe. Nope.